Hallo en welkom bij een nieuwe gameplay van BestRiven.nl. Vandaag ben ik weer gewoon Riven. In de vorige gameplay was ik Lucien. Maar dit keer ben ik weer gewoon Riven. Op top. Even kijken tegen wie ik moet. Ik mag tegen Jax. Nou ja, een grote counter van Riven. Althans, ik ben slecht tegen Jax. Dus jullie gaan waarschijnlijk iets leuks zien vandaag. Ik hoop dat deze Jax niet best Jax. En je best is. Mijn partitie best Jax Frankrijk ook niet. Hopelijk. Ja, ik moet natuurlijk wel een beetje een tegenstander hebben. Niet dat het te makkelijk is, maar. Hopelijk kan ik wel winnen van hem. Aangezien, ja, Jax die kan mijn ulti heel makkelijk dodgen. Als die dus goed is. Maar ja. Maar goed, dat moet allemaal blijken. Volgens mij zijn we allemaal al geladen. Ja. We gaan starten. En we beginnen wel met een elixir en drie pots. Even kijken, verder is er nog iets wat ik moet melden. Ja, je zult wel zien dat ik nu meer FPS heb dan normaal. Maar dat komt omdat ik nu Vertical Sign heb uitgezet. Omdat ik mijn tweede beeldscherm weer heb geactiveerd. Daar heeft Cas me even mee geholpen. Ik weet niet waarom ik het per se wou, maar het is wel handig. Dan kan ik ook Skype en zo tegelijkertijd checken. Ik merk wel dat ik 105 ping heb. Daar ben ik niet gewend. En we zitten weer op normaal. Mooi. My spirit is not lost. Als ik ook maar 1 seconde last heb van die vertical sign uit, dan zet ik hem meteen weer aan. Even kijken of dit meer FPS geeft. Uit bedoel ik. Ik weet niet of ik er zijn, maar goed. Dan zet ik hem uit. Geluid is goed waarschijnlijk. Komt goed. Ik ga onze Volibear helpen bij zijn blue buff. Volibear jungle, ja, toevallig misschien ook wel leuk om even toe te lichten. Morgana gaan op mid en wij hebben een Elise support. En een Caitlyn als AD carry. En mij Riven natuurlijk op top. In Battle Bunny style. Maar dat tezijde. Ik ga mijn best doen deze game. En we zien wel hoe het uitpakt. Zijn dit very high shadows? Ja. Ik zie nog wel een paar pixeltjes. How should I proceed? Ik moet gewoon niet zeiken. Oké. Nog een paar seconden, dan spawn blue buff. Oh yeah. How should I proceed? Ik moet gewoon als eerste level 2 zijn. Dat gaat niet meer lukken. Daar kan ik mezelf al van verzekeren. Ik heb nog wel XP gekregen voor die minion. Daar ben ik dan al blij mee. Op het moment. Ik weet niet wat hij als eerste heeft gepakt. Ik speel ook nooit Jax, dus ik weet ook helemaal niet wat slim is om als eerste te pakken. Burdens of the past. Nou, misschien ben ik zelfs nog wel eerder level 2. For those who were lost. Doo-doo-doo. Bijna level 3. Dan zet ik mijn redpot aan. Dan gaan we actie ondernemen. Nog één minion. Choose your own path. First. To serve the greater good. En daar is de first blood. Helaas. Oh wel, wacht. Ons team had first blood. Helemaal geweldig. Nou. Nu kan mijn dag niet meer stuk. Mijn game. Oh, jammer dat ik geen first blood had. Maar ja. Nou, moet nog wel lukken tegen deze Jax. Ja, ben ik wel van overtuigd. Dat gaat wel goed komen. Ja, dan komt Udi nog even een tikje ontvangen. Maar goed, we moeten niet te overmoedigend worden. Oh, Udi, was je toch echt net te laat, jongen?
Oh, nou was ik weer te laat. Oh, wat slecht. En u hier taait hem af. Ah, fuck. Learn from your mistakes. My spirit is not lost. Of Udyr stond daar. Of hij wilde gewoon niet dat ik ging pushen. En daar is kill nummer 2. What conflict awaits? En nu gaan we back. Kom op, ping, niet te hoog. Ik ga heel eventjes wachten tot ik mijn kan. Ik wil nu niet de fout ingaan door dood te gaan door Udyr dadelijk. En daar is Jax alweer op top. Mocht je me willen toevoegen, ik blijf voorlopig nog wel even vriendenbezoek accepteren. Ik speel op de Europa West server, zoals de meeste Nederlandse kijkers wel zullen spelen. Ja, ik heet gewoon BestDrivenNL, zoals je ziet. Je kunt me toevoegen. Maakt helemaal niet uit. Kan. Learn from your mistakes. Ik ga hem niet al te veel tanken, maar een beetje moet er kunnen. Ik snap niet wat zijn probleem was daar, want hij zet zijn E aan en dan springt hij weg, terwijl hij net zo goed gewoon... Ik snap eigenlijk ook wel waarom hij voorzichtig is, maar... Ik wist het, ik had mijn wacht neer moeten zetten. Ik had mijn ulti... Eigenlijk had ik moeten wachten tot ik mijn dash weer had. Wie heeft de kill? Jax niet, hè? Ah, dammit. Niet goed. Jax is een turretreper. En ik wil niet dat mijn turret doodgaat, dus... Should I proceed? Ah, hij is wel slim, maar volgens mij heeft hij geen waard. Zo. Nou, meteen de wacht neerzetten. En nu zit onze beste vriend ineens 1-3. Choose your own path. Met goed hulp van de jungler natuurlijk. My hands are. Ik ga ook maar hetzelfde doen. Gewoon de minions eens een beetje gaan wegwerken. Een beetje HP verlies mag. Oh, hij is er alweer. Ik heb last van mijn FPS. Nou ga ik gevaarlijk doen, jongens. My spirit is not lost. Oh, nu is hij ook level 6. Nu heeft hij zijn armor. So long I've wandered. Altijd uit blijven kijken voor Jax. They've crossed the line. En hij flasht, heel mooi. Learn from your mistakes.
Zo, de combo. Jullie gaat hem ook niet worden, jongen. Zodra die turret mijn siege minion hit, of super minion, oh, nee, de super minion van wel. Ik wilde gewoon die grote minion, die bedoelde ik gewoon. Misschien is het wel een siege minion, kan goed, ik weet niet. Volgens mij is het een siege minion. Dan zou ik de turret aangevallen. En nu ga ik weer. Jammer dat ik mijn wave niet af kon maken. Het is zo makkelijk. Wat probeert hij nou? Hij loopt 2 levels achter op mij. How should I proceed? Fuck. Shit. Dit is mijn fout. En een hele slechte afwerking van hun kant. Maar die wordt afgewerkt. Wow! Helaas, zijn missie is niet geslaagd. My hands are scared. An ally has been slain. What conflict awaits? Choose your own path. Nou ja, we hebben niets van nog een double kill. Ga ik deze turret ook wel even weghelpen. En hem tegen hem even sorry zeggen. Ik heb hem natuurlijk wel laten sterven. Ja, die Jax is echt heel slecht. Het gaat hem alleen maar om die jungler van hem telkens. En midlaner inmiddels. Oh, ik had even ping. Niet veel ping, maar genoeg om even te laggen. Hop. En dat is wel een zone age. En nu zit onze Jax 2-5. En dan gaan we hem op pakken. Die schoenen. Ja, ik houd het al even zo. Komt goed. Ik blijf nog even top, want ik wil eerst die turret neer hebben. En dan gaan we verdere stappen ondernemen. Op botlane zijn. Wow! Wat zijn ze daar nou weer aan doen? Oh. Heb ik altijd een hekel aan als ze dan gaan praten als ik alleen GG zeg. Ik zeg gewoon. Ja, ik zeg gewoon GG. Als je wedstrijd verloren hebt, dan zeg je toch ook GG. En als je winnaar bent, dan zeg je toch ook tegen de andere GG. Is toch aardig bedoeld. Ha!
Nu lopen 3 levels voor. Ik snap wel dat hij zich fucked voelt. Maar dan hoef je niet zo te doen, vind ik. Ja, ik weet het. Nu ben ik al weg. Ik ga het niet riskeren. Ik sta nu 7-2. Daar ben ik blij mee. Onze volibeer is goed bezig. Al staat hij 0-3. Hij levelt goed bij en hij is overal altijd als assist. Even die midlaner in de gaten houden. Learn from your mistakes. Choose your own path. Ik sta daar maar een wachtje neer. No more hesitation. Die was even outplayed, ik zal het me niet zeggen. Want dan gaat hij boos worden waarschijnlijk. Learn from your mistakes. My hands are stained. Nu komt Udyr me helpen. Heeft Udyr een red buff? How should I proceed? Dit is gevaarlijk. Wat ik nu doe. The greater good. Burdens of the past. The time for talk is over. My spirit is not lost. Killing spree. Zo, dat had hij niet verwacht. Sorry als ik zo weinig praat op het moment, jongens. Sorry. Zit heeft ook weinig zin. Want het gaat eigenlijk best lekker, deze game. Nou, best lekker. Het gaat gewoon goed. Mirrors its owner. Ik ga even shoppen. Ik heb meer dan 3k, dus daar is wel tijd voor, denk ik. Nog meer cooldown reduction is handig. En geef mij maar alvast die. Ja, dat komt wel goed. Yep, yep, yep. Goed wachten. Misschien moet ik maar een stop gaan helpen. Volgens mij heeft Trace die 2 uitopteekentjes gewoon op zijn kopiëren staan. Oh.
snap het niet van hun, hè? Van die Lissandra, van die Jax. Ze kunnen hun makkelijk aan met z'n tweeën. Ja, nu zijn ze met z'n drieën, maar... Ze hadden ze makkelijk aan kunnen. Ik snap niet waarom die Lissandra omloopt. Ze had er gewoon vol in moeten gaan, die Jax moeten alarmeren. En volgens mij heeft ze gewoon te weinig vertrouwen in onze makker. Maar hij had het ook niet zo makkelijk tegen mij. Maar ja. Wow, mijn team is ook lekker gevet. Dus komt goed. Gevier bedoel ik. Oh, meteen een aced. Dan push ik gewoon top door. Oh, GG. Oh, nou, dit is meteen ook het einde van de gameplay. Dus heb ik surrenderd. Ik hoop dat jullie er iets van hebben geleerd. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie goed genoeg hebben kunnen amuseren. Mocht je deze video leuk vinden, je kunt hem dus toevoegen. EUWest, Best Riven NL. En je kunt deze video liken. Je kunt hem delen via Facebook, Twitter en alle andere social media vormen. Je kunt hem bij je favorieten zetten. En je kunt, zelfs subscriben op ons kanaal DMC Game Guys. Waar niet alleen Best Riven NL gameplays worden opgezet. Maar ook zowel Minecraft. Andere grote games. Denk aan Max Payne. Denk aan Bioshock Infinite. Ik noem een World of Warcraft. Het staat er allemaal op. Dus neem gewoon een kijk. Het is helemaal gratis. Ja. Binnenkort weer een nieuwe gameplay van Riven. Of andere. Ja, ik weet niet precies of ik Riven doe. Misschien dat ik weer een keertje Spirit Guard Udyr doe. Dat is ook leuk. In ieder geval, je hoort binnenkort nog van mij. En anders komt... even kijken, want vandaag is er een Bioshock Infinite online gekomen. Dan zie je... zeg dat goed? Woensdag? Ja, dan zie je woensdag weer een Bioshock Infinite. En anders, intussen staat misschien wel een andere video. Bedankt voor het kijken voor nu. En graag tot de volgende keer.